De buitenwereld is eigenlijk een reflectie van uw binnenwereld. Ik heb het er juist ook even aangehaald, maar het zijn heel veel mensen die dat moeilijk begrijpen. En wat is eigenlijk, ik ben zeer groot fan van Gandhi. En Gandhi zegt, be the change you want to see in the world. Wil je de wereld veranderen? Begint bij jezelf. Ik ben daar zeer groot fan van. En de buitenwereld is eigenlijk reflectie van jezelf. Bijvoorbeeld, als ik vroeger heel veel dronk, kwam ik in contact met heel veel gasten die dronken. Sinds dat ik niet meer drink, sinds dat ik nuchter door het leven ga, heb ik heel veel vrienden die eigenlijk nuchter zijn. En dat is niet zo van, oh, jij mag mijn vriend zijn of jij mag mijn vriend niet zijn. Nee, het is gewoon, ik kom in contact met heel veel mensen die nuchter zijn, omdat dat een bepaalde energie is dat ik uitstraal. Soms zijn mensen ook, als ik in het buitenland ben, alle mensen die zijn zo vrolijk en die lachen. De kans is zeer groot, hè, is omdat je zelf zo bent in het buitenland. Ik loop hier rond in België en als ik lach naar mensen, dan lachen mensen ook terug. Waarom? Omdat ik zelf zo ben. Oké, heel af en toe gebeurt dat ik er een wat raar kijkt, maar in het algemeen, hè, als je vriendelijk bent, ga je vriendelijkheid terugkrijgen. Dus denk nou over wat jij geeft. En als je heel veel mensen hebt die allemaal zagen rondom je, is de kans groot dat je zelf ook misschien een zaag bent. Dat is niet slecht bedoeld, het is gewoon iets dat opvalt. Dus wees daar ook bewust van. De buitenwereld is een reflectie van jezelf. Kijk goed naar wat er allemaal gebeurt in de buitenwereld, want dat zijn allemaal dingen die in u spelen. Snap je? Dat is zo belangrijk. En ook op die manier, door dat te weten, door heel bewust te kijken naar wat er zich in de buitenwereld speelt, kun jij ook jezelf beter leren kennen. En hoe beter dat je jezelf kent, hoe beter dat je jezelf kunt aanvaren, hoe beter dat je jezelf gaat zien, hoe liever dat je jezelf gaat zien, en hoe beter dat die relatie met jezelf gaat zijn. En dat is in mijn ogen de manier om echt gelukkig te zijn en gelukkig te worden. Dus die relatie met jezelf heel goed te doen en je volledig te aanvaarden, hoe dat je ook bent. Het top, hè. Kijk, ik soms ook zo'n keer dat ik iets doe, dat ik zeg van, kijk dat ik ben. Maar oké, ik probeer er dan naar te kijken, zonder oordeel. Probeer dat goed te laten zijn en dan ook los te laten. Want, ja, dat is een idee, een stemje dat opkomt dat ik een kieken ben, maar heel vaak komt dat stemje vanuit onze opvoeding, van onze ouders misschien, die zegt hem dat ik een kieken ben, of van uw vrienden, of van uw opvoeders, of dat maakt niet uit. Maar heel vaak dat stemje dat er zit, dat is niet van u. En het is een kunst eigenlijk om eigenlijk afstand te nemen daarvan, om je daar niet meer mee te identificeren. Heel veel mensen denken dat zij emoties zijn, maar dat klopt niet, wij hebben emoties. In het leven hebben wij emoties. Mensen zeggen dat ik ben kwaad. Eigenlijk klopt dat niet. Eigenlijk moet zijn, er zit kwaadheid in mij. En wat is kwaadheid? Dat is eigenlijk gewoon energie. Er zit een bepaalde energie in u dat je niet volledig kan stromen. En het is de bedoeling, die energie, om dat ergens te kunnen transformeren. Dus wat doe ik bijvoorbeeld als ik ergens kwaad ben? Wat doe ik? Ik ga een keer gaan wandelen. Ik ga een keer gaan lopen. Ik ga een keer gaan fietsen. Ik spreek een keer af met iemand. Ik bel een keer naar iemand. Ik skype met iemand. En dat zijn zaken dat ik mee aan de slag gaan. Dat is super belangrijk.